Ja, en wat hebben we net gedaan? We hebben net gezwommen in het zwembad, dus we zijn een beetje... Hè? Nat! Nee, niet meer. We zijn toch afgedroogd? Maar we zijn een beetje kant en klaar. Kant en klaar. Kant en klaar zijn we, ja. Dus we gaan lekker even een boekje lezen met al deze knuffels van Sam. Want we zijn ook net terug van vakantie, hè schat? Ja. Zo. Daar gaan we. Wat gaan we lezen? We gaan lezen de... Leeuwenkoning! Yay! Yeah! Yeah, dat is wel echt een leuk boek. Hè? Het heeft even geduurd voordat jij het leuk vond, maar... Het is een mooie ochtend in Afrika. Terwijl de zon... Antilopen! Hé, hey, slimmerd! Ja, heel goed! En wat zie je nog meer? Olifanten. Giraffen. Giraffen, ja. Ja, dat zijn nog gewoon allemaal hele mooie siervogels. Wat is dit? Een paard. Hey! Wat is dat? Een paard? Nee. Een zee? Ik weet wel een zee zijn. Nou? Omdat je dit hebt gestolen. Lekker kersen. Ja, die zijn heel, heel lekker. We ruiken nog helemaal naar chloor. Oké. Dat is een zebra. Terwijl de zon de blauwe lucht inklimt, komen de dieren van het koninkrijk bij elkaar op een stoffige vlakte. De olifanten stampen. De antilopen springen, de giraffes. Nee, volgens mij is het giraffen. De giraffen op hun lange poten schrijden plechtig door het hoge gras. Vandaag is een bijzondere dag. De dieren zijn allemaal op weg naar de Leeuwenkoning. Op een rots wacht koning Mufasa en koningin Sarabi de dieren op. Als ieder dier een plekje heeft gevonden, stapt Rafiki, wie is Rafiki? Oh ja. De oude baviaan naar voren. Iedereen heeft eerbied voor de wijsheid van de oude aap en daarom mag hij de belangrijke bijeenkomst leiden. Rafiki vraagt om stilte. Dan tilt hij een klein leeuwenwelpje omhoog. Waar doet hij dat? Ja. Dit is Simba, zegt hij luid. Het koninkrijk heeft een nieuwe prins. De dieren juichen en stampen van plezier. Wat doe jij als je iets van plezier doet? Klappen? Oh ja. Ja, dat vind ik wel een goeie. Eén dier is niet aanwezig bij het geboortefeest. Het is Scar, de broer van de koning. Scar is jaloers op de kleine Simba, omdat Simba later koning zal worden. Scar zou liever zelf koning worden. Zazu, de trouwe bediende van Mufasa, gaat naar Scar op zoek. Hij ziet hem zitten en vraagt nieuwsgierig waarom Scar er niet bij was. Scar gromt alleen maar naar de vogel. Hoe doe je dat? Oh oh, en nu? Kers. Kers op de grond. Alarm, kers op de grond. Kers op de grond, wat doen we dan? Oh, lekker schoon. Oeh, gezellig. Dus hij gromt naar de vogel. Plotseling hoort Scar een strenge stem die hem roept. Het is de Leeuwenkoning zelf. Broer, zegt Mufasa, je hebt me verdriet gedaan. Waarom kwam je niet naar mijn zoon kijken? Ik was het helemaal vergeten, liegt Scar. Ik kom de volgende keer wel. En dan draait hij zich om en loopt weg. Getver, wat een narling. De tijd gaat voorbij. Oh, ik doe hier ook. De
tijd gaat voorbij en Simba groeit als kool. Groei jij ook als kool? Wat betekent dat als kool groeien? Heel snel. Dat je heel snel groeit, ja. Zo, kijk eens. Zie je jezelf groeien? Ja. Hij groeit als kool. Op een ochtend neemt Mufasa hem mee om het koninkrijk te bekijken. Dit is ons rijk, zegt hij tegen Simba. Hier zijn we veilig. Maar ga nooit, nooit voorbij die rotspunt. Daar loert gevaar. Ik denk dat hij dan dit bedoelt, die heuvel of zo. Want ik zie niet echt een rotspunt. Jij? Nee, hè? Op dat moment komt Zazu aanvliegen. Majesteit, roept hij. De hyena's liggen op de loer. Wacht hier op me, zegt Mufasa tegen Simba. Dan holt hij weg om de hyena's te verjagen. En Simba is erg trots op zijn dappere vader. Maar Scar wil nog steeds koning worden. Daarom bedenkt hij een plan om van Mufasa en Simba af te komen. Hij vertelt Simba dat er net voorbij de rotspunt een spannende plek is waar de olifanten heen gaan om te sterven. Alleen de dapperste leeuwen durven er te komen, zegt Scar. Hij hoopt dat Simba graag wil laten zien dat hij ook dapper is. Scar krijgt gelijk. Simba wil meteen naar die spannende plek toe en vraagt zijn vriendinnetje Nala of ze meegaat. Zazu weet niet wat de twee jonge leeuwtjes van plan zijn, dus hij houdt ze goed in de gaten. Waar zie jij Zazu? Oh ja. Maar Simba en Nala zijn hem te slim af. Ze verbergen zich tussen een kudde zebra's en zo ontsnappen ze aan hun gevleugelde oppas. Niet veel later komen Simba en Nala op een vreemde plek. Overal liggen botten van gestorven olifanten. Hoe ziet dat eruit? Ja. Ziet het eruit als een fijne plek? Nee. Een beetje enge plek wel. Ja, hè? Oh, hyena's. Oh ja. Kijk, die zitten ook hierin. Zie je de oogjes? Hey, opeens. Kijk, 1, 2, 3, 4. Ja. Opeens hoort Simba griezelig gelachen. Eigenlijk zijn dit de ogen. Ja. Het lijkt wel of het uit een van de enorme schedels komt. Er komen 3 hyena's tevoorschijn. Tel ze eens. Klopt dat? Ja, dat klopt. 1, 2, 3. Aha! Zegt er 1. Daar hebben we ons middageten. Ik ben heus niet bang hoor, zegt Simba dapper. Hij gaat voor Nala staan om haar te beschermen. Horen jullie dat, broertjes? Zegt een van de hyena's. Het middageten is niet bang. Maar net voordat de hyena's willen aanvallen, suist er een grote klauw door de lucht. Van wie is die klauw? Wie is dat? De leeuwenkoning zelf. De leeuwenkoning zelf, ja. En die heet Mufasa. 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 De hyena's worden alle kanten opgeslingerd. Het is Simba's vader, de leeuwenkoning. Zazu heeft hem verteld welke kant Simba was opgegaan. En toen Mufasa het gelach van de hyena's hoorde, is hij snel gaan helpen. En terwijl de laffe hyena's wegrennen, neemt Mufasa Simba en Nala mee terug naar het veilige koninkrijk.